Welkom bij een nieuwe weekvlog alweer. Ik ben Jor naar werk gebracht. En ik heb hem meteen een soort van even snel aangekleed, omgekleed en opgefrist. Want ik ga nu gewoon meteen door naar de gym, dat is beter. Dan kan ik daarna gewoon hup meteen editen. Dus een soort van ritme, daar hou ik van. Zo, mijn god, ik ben minder rood dan vorige keer volgens mij, maar het is inmiddels 8:30. Ja, wij zijn nog even lekker aan het lopen, aangezien het nu zo'n heerlijk temperatuurtje is. En dan ga ik zo eten, douchen, klaarmaken voor de dag. Vanavond gaan we naar de, vanavond ga ik dan even naar Yvette. Dan ga ik daar wat pups knuffelen, want zij hebben weer 3 mee naar huis genomen. Ik ga nu nog even een stuk lopen en dan ben ik er wel weer klaar mee voor vandaag. Ik was even aan het eten. En ik raak helemaal geïnspireerd van deze vrouw. Even kijken hoor. Ze maakt dus allemaal dit soort dingen. Zo'n selfie muur ook. Dus ik heb nu helemaal zin om te schilderen. Dus ik ga even naar de winkel. En Jor appte net of ik al om 1:15 op zijn werk kan zijn. Met de map om de auto en scooter op de naam te zetten. Hebben we dat ook meteen geregeld? Ik ben weer thuis. Ik was even naar die winkel toe. Dat is een soort, ja ik weet nou niet wat. Ik kan er echt van alles kopen. Kijk wat ik heb gekocht. Het is zo gezellig uit spelletjesavond. Dus die heb ik gekocht. Het koffie. Dan heb ik die gehaald. Dat is echt al zo'n, noem je dat ding? Canvas boek. Maar eerst om te proberen even 2 van deze. Het gaat natuurlijk geheid helemaal verkeerd in het begin. Dus dan kan ik aan de slag als ik wil. Kijk die rijen. Wij waren echt net op tijd. Het is nu 3:15 alweer. Godzijdank doet deze airco het wel echt super, hè? Anders had ik nu wel een probleem gehad. Ik denk dat het zo gebeurt, maar er is nog steeds binnen. Bij het volgende bedrijf. De verzekeringen. Kijk hoe lang dit gaat duren. Dat andere heeft 50 minuten geduurd. Dus het is niet echt handig dat we dat met z'n tweeën doen. Maar ja, we hebben maar 1 auto natuurlijk. En ik moest hem ophalen van zijn werk. En de map brengen. Weet je wat ik trouwens wel nu echt merk? Het is dat ik toevallig net op mijn app keek. Dat ik ondanks dat het hier allemaal zo vreselijk traag is en lang duurt. Het geregel. Dat ik gewoon niet aan roken denk. Normaal had ik echt wel een pakje sigaretten weggerookt denk ik nu. Echt waar. Het is allemaal gelukt. En we gaan nu lekker kibbeling eten. Daar heb ik zoveel zin in. Finally. Het is alweer 5:30. Goedemorgen. Het is 8:30. Dinsdag 1 september. Ik heb even een soort van een beetje uitgeslapen. Een broodje gemaakt. Thee en koffie. Cutie. Cutie. Met zo'n lekker ding, hè? Met zo'n lekker chickie. Ik heb er nu eentje die is een beetje bang. Dus die moet ik eventjes laten zien dat ik wel te vertrouwen ben. Ik vind het allemaal heel spannend. Maar liefie, ik doe jou niks. Kijk maar, lekker krullen. Zo, even lekker gedoucht. Het is 8:15 alweer en ik ben aan het koken. Nou, wat zou het worden? Het is geen verrassing. Ik heb vast dit gemaakt. Het was toch wel aan het snijden voor vandaag.
kan ik dit morgen met tonijnsalade eten. Guten Morgen. Ik ben nu weer onderweg naar huis. Dan ga ik even snel alle wasbouken rapen. Mijn omkleden. En om 8 uur heb ik afgesproken bij het huis. Ik krijg steeds meer lieve berichtjes via Instagram. Met meiden mijn vlogs kijken. Dus dat vind ik wel echt leuk om te horen. Ook waar je het een beetje voor doet. Kijk, ik vind het sowieso heel erg leuk om te filmen allemaal. En voor mij is dit ook gewoon een hele leuke herinnering straks als ik weer terug ben in Nederland. Kijk, en nu is het dan nog steeds niet zoals het hoort te zijn. Maar ja, ook dat hoort erbij. Jij bent hier echt altijd, hè? Hoi! Snoenie! Ik heb me trouwens even omgekleed. En ik ben nu bij de hondjes. Hallo! Hoe gaat het vandaag? Kijk eens, wat worden ze groot, hè? Hoi, baby's! Mag jullie niet aanraken? Hallo? Hoi! Hoi! Oh, wat een poepjes! Heb je ergens voor? Stinkers? Nee, ik ga zo. Ik heb wat gehad van Yvette voor mijn birthday. Mijn eigen. Wat is hij mooi! In die koffiebeker. Echt chill, want die schoonmaker heeft mijn Starbucks beker gewoon weggegooid. Die dacht denk dat het. Wow, gaat echt lekker. Die dacht denk ik dat het een weggooibeker was. Maar dat was gewoon zo'n echte harde. Net zoals deze. Oh, ik vind hem zo leuk. Thanks, schat. Ja, omdat ze, kijk, ze zijn wel weer wat levendiger dan gisteren. Ze hebben gisteren allemaal die vitamintjes gehad. Kijk nou, met troeties. Die is nog wel een beetje skinny. Gisteravond al gemaakt. Het is nu 11:50 pas. Ik ga even lekker. Waarom zeg ik dat lekker? Ik ga tonijnsalade maken. En ik heb expres die met olijfolie, maar dan haal ik wel echt wel veel olie eruit. Er zit altijd zo enorm veel in. Maar die van met water vind ik dan weer niet lekker. Mag wel een beetje genieten, hè, het leven. Dan deponeer ik dat hierin. Heel veel mensen vinden het echt vies, maar ik vind het echt heerlijk. Ik heb me helemaal getransformeerd. Ik ga nu heel snel naar Joris' werk chasen. Het is 3:10. Daarna gaan we een gezellig drankje met Michael. We zijn net bij het huis geweest. Die wordt nu helemaal schoongemaakt en morgen wordt de tuin helemaal netjes gemaakt. Omdat we natuurlijk volgende week in ons huisje mogen. Wij kunnen niet meer wachten met z'n allen. Hier kun je wel hele leuke foto's maken voor degene die dat leuk vinden. Dit is in Oranjestad gewoon. Ja, we can drive. Want de andere kant is ook heel leuk.
Lekker kleurrijk. Ik hou ervan. Kijk maar. Is het leuk? Ze is geland! Oh. We lopen nu naar de Boogaloo. Dan gaan we lekker sushi eten met Michael. Ik ben weer thuis. Het was een hele gezellige avond. Ik ga nu lekker slapen. Een wrap gemaakt met zalm, een beetje dat huttekeze, ik kan het nooit uitspreken. Tomaatjes en rucola. En dit voor mijn hoofdpijn, want die wijn van gisteren, hè, is niet best. Eerst in mijn leven weer eens een keer aan het schilderen. Dat is ook wel te zien. Maar wel weer leuk om te doen. Ik moet het gewoon vaker doen. Nou, en dit is... mijn moeder vond het net longen. Ach ja, hè? Zul je eens wat anders dan op je telefoon zitten? Ik vind het wel leuk, hoor. Ik ga nu even boodschappen doen, want het is alweer... 6:30. En dan koken. Pasta. Kroepboekje. Very boring. En nu is het tijd voor Love Island. Oh ja, helemaal goed bezig. Morgen. Het is pas 7:00, vrijdag 4 september alweer. Ik probeer mijn vlog online te zetten, maar hij is al 4 keer... mislukt, dus ik weet niet wat er mis is met deze vlog. Er zit geen gekke muziek in, geen gekke plaatjes, geen helemaal niks. Maar het wil niet. En verder, vannacht stond er in één keer een vrouw voor de deur, dus ik schrok me helemaal kapot. Oh. Jake die begon te blaffen vannacht. En normaal moet hij dan natuurlijk wel eens een plasje doen, dus dan ga ik altijd even met hem naar buiten hier zo. Dus ik liep naar de deur toe, maar zij zag mij niet en ik zag haar wel. En toen zag je er echt zo kijken met het waslek in de hand van, oh shit. Die hond gaat helemaal tekeer, ik moet hier weg, wat moet ik doen? Zo zag je er echt zo denken met die ogen. Wie staat er om 1:00 s'nachts in mijn tuin? Volgens mij was het echt 12:00 of 12:30, ik weet het even niet meer precies. Maar daarna ging ze hier links bij het andere huisje staan. En toen ging ze wachten totdat ze denk ik dacht dat mensen gekeken hadden of er iets was. En daarna is ze snel weggelopen. Het is... Kom je, Jake? Oh, hier ben je. Zo. Het is echt niet zo lekker weer. Ja, ik vind het wel prima hoor. Zo heel rustig op het strand. Kom je, Jake? Ik heb me even opgefrist. Maar ik voel me echt niet lekker deze dagen. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben heel moe. Jake, kom. Heel erg moe. Koppijn hier zo. Wallen. Maar ik probeer me dan altijd met opmaken en een beetje op te frissen, weer wat beter te voelen. Want ik haat dat gewoon. Ik ben helemaal vergeten. Er zit trouwens echt een vieze vlek op mijn kamer. Ik had van de week al die afspraak met die man van Fashion Week. Maar dat ging toen niet door, gisteren. Dus we hebben het nu vandaag afgesproken. Om 4:00 moet ik er even heen. Net te horen dat de container al voor het huis staat. Jake denkt dat ik wegga. Echt. Een beetje bolle kop gekregen. Ik wilde trouwens eens weer even gaan kijken hoe lang ik al gestopt ben met roken. Dat is ook alweer bijna. Even kijken. 53 dagen, 7 weken alweer. Zo. €425 bespaard. Dat vind ik nog meevallen. Maar anders had ik 1000
10 sigaretten gerookt. Wow. Dat is echt bizar. En ik heb er echt geen moeite meer mee. Dat is zo raar. Iemand die altijd zo verslaafd was. Dat is... Daar sta ik echt van te kijken. Ik heb het echt hoor. Nu, ik weet gewoon... Vorige keer was ik er gewoon nog niet klaar voor. En nu voel ik gewoon dat ik er helemaal klaar mee was ook. Kijk, en hier zie je dan ook allemaal... deze app heet trouwens Quit. Want daar kreeg ik vorige keer vragen over. Even kijken hoor. Quit. Groene. Die. En wat wil ik nou zeggen? Kijk, dan kan je dus hier allemaal dingen zien. Wat er met je lijf verandert. Nou, ik weet wel wat er met mijn lijf verandert. Ik weet wel dat er 2 kilo bij zit. Ik zit nu weer van de overkant. Ik heb even een keer een shrimp salade besteld. Dus die ga ik zo meteen opeten. Ik ben nu onderweg naar... ik weet niet eens hoe het heet eigenlijk. Oh, moppie. En dat was de tweede auto die kapot is. Het is nu alweer, dat ging ik kijken. 4:05. Ik had 4 uur afgesproken, maar hij heeft net pas zijn locatie gestuurd. En dan gaan we even kijken wat hij wil spreken. Ik weet het eigenlijk ook niet precies wat hij wil. Ik ben heel erg zenuwachtig voor dit soort gesprekjes. En dan moet ik het ook nog in het Engels doen. En mijn Engels is echt weer een stukje achteruit gegaan. Maar goed. Gewoon gezellig. Ik heb deze bikini meegekregen van de Hamer Mama. Kijk, je kan deze er gewoon afhalen. Dat is ook echt super chill. Kan je die of erop dragen of alleen het topje zelf. Broekje erbij. Helemaal leuk. En ik had ook nog wat make-upjes meegekregen. Want die man verkoopt zelf dit merk. Hij zei probeer het maar uit. Laat me weten wat je ervan vindt. Dus dat ga ik doen van de week. En ook even een leuke foto maken van dit setje. Superleuk. Dit is trouwens hun Instagram. En deze vind ik ook echt leuk. Dat is die bikini die ik heb in het oranje. Het is alweer 7:00 en ik ga even naar mijn lieve vriendin Yvette. Want zij heeft ook 3 pupjes nog meegenomen van de week. En daar ben ik ook al... tijdje niet geweest. Heel even snel langs het huis, want ik moet en zou die containers hier staan. Echt waar. Gewoon even ter bevestiging dat het maandag allemaal doorgaat. Oh, tank. Helemaal klaar voor ons. Oh jongens, ik kan niet wachten. En de container is arrived. Deze gaan echt goed. Hé, hey, jij moet lief doen. Het is echt lekker weer vandaag. Het is ook echt een paar dagen... Oeh, mijn camera is leeg. Niet zo lekker weer geweest. Ik ben lekker ontbijtje aan het maken voor jou. Eitjes. Het is nu iets over 8:30. Ik zou er eigenlijk 8:30 zijn, maar ik was nog heel even bezig. Nou, mijn vlog staat online. Ik moet om 11:30 weer thuis zijn, want dan gaat Jordi golven en heeft hij de auto nodig. En wanneer hij terug is, of dan kan ik mooi die AliExpress shoplog online gooien. Extra video dit weekend, had ik beloofd. En daarna ga ik even sporten. En daarna heb ik eigenlijk wel zin om lekker naar het strand te gaan met een cocktailtje of zo. Dit nou, deze heeft Yvette net gevonden. Sorry, ik doe niks. Ik doe niks, ik ben goed. Jij bent nu ook niet meer zo bang, hè? Maar ze zijn toch wel lief, hè? Deze ligt er ook lekker bij. Ik denk dat het tijd is om zo meteen dit hokje eens even schoon te maken. 4, 5, 102, 105, 110, 7, 8. Dag
Edith. Eet ze allemaal goed? Ja. Het is weer schoon. En de kleintjes hebben gegeten. Die is ook weer schoon. Kom veel hier bij Fresh FM Aruba. Niet meer. Oh, dat was niet normaal. Het is al 3:30. Ik had eigenlijk echt geen zin, maar ik heb het toch weer gedaan. En nu lekker naar het strand. We zijn weer omgekleed. Ik heb gewoon even een knotje hier gedaan. En we gaan nu naar Casadua. Want Jordi heeft zin in pizza en ik heb zin in carpaccio. Ik heb mijn jumpsuitje weer aan. Hij lag een beetje verfrommeld in mijn koffer. Maar ja, ik vind het wel prima. Haar zei ik nat, want we komen net van het strand. Maar we gaan gewoon meteen door. Ga daarna. Goedemiddag alweer. Ik heb mezelf even omgekleed. Het is al 2:30. Ik heb vanmorgen helemaal niet gefilmd eigenlijk. Ik heb mijn bikinibroek hieronder hoor. Niet dat je denkt, wat heb jij in één keer? Gigantische heupen, meid. Dit jumpsuitje is trouwens van Pretty Little Thing. We gaan naar Reflection. Zondag gaan we daar meestal heen. Kom eens. Hallo. Wat is hier? Hey. Ik heb afdrogen. Tijd. De hoogste tijd. Om van deze... Oh, dat is al 10:00, jongen. Om van deze zooi iets netjes te maken. Wat nu wel de laatste keer is dit uitzicht. Want straks zitten we gewoon in een boomwijk. Dus ik ga nog even lekker genieten van dit uitzicht. Ik ga denk ik wel meteen vast mijn vlog afsluiten. Vond je dit weer een leuke weekvlog? Vergeet dan vooral niet te abonneren en te liken. Weer bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week.